Net als veel kerken in de regio staat ook deze al jaren leeg. De Heilige Antonius Abtkerk in Horssen is sinds begin 2019 niet meer in gebruik als kerk. Er moeten appartementen in komen en dat lijkt er nu toch echt van te komen. Het parochiebestuur heeft een overeenkomst ondertekend met projectontwikkelaar Blijleven Woonconcept. Het wordt een flinke operatie waarbij alleen de voor- en achterzijde van het gebouw overeind blijven. Het middengedeelte wordt gesloopt en vervangen door een appartementencomplex dat aan de buitenkant dezelfde vorm zou krijgen als het gebouw nu heeft.